Goedemiddag, ik ben Rikke Voorberg, theoloog in Amsterdam. Um, theoloog in de zin van dat ik opnieuw probeer te ontdekken wat in vredesnaam het oude christelijke verhaal zou kunnen betekenen vandaag. En dan niet met, met christenen, gelovigen, maar juist gewoon midden in het publieke domein. Weer opnieuw met die grote woorden: hoop, geloof, liefde, dat soort thema's. Hard mee aan de slag. En ik maak me al jaren nogal druk over hoe wij in Nederland omgaan met vluchtelingen. En het recente regeerakkoord um, stemt niet al te hoopvol, uh, kan ik wel zeggen. Ik was, ik was best wel geschokt eigenlijk. Um, de defensieve toon, het gesloten gevoel, het feit dat eigenlijk de, de, onze overheid zegt: beste burgers, maak je geen zorgen, wij zullen zorgen dat er niet te veel vluchtelingen komen. U kunt het echt wel aan. Nederland blijft absoluut gewoon Nederland. Zij blijven out there, daar buiten. In een tijd waarin de wereld half in brand staat. Waar ons, waarin we ons ongelooflijk veel zorgen maken over Rohingya-vluchtelingen, over mensen in Syrië, over eh, verschrikkelijke eh, 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 ellende in Afrika. En, en onze grenzen blijven dicht. Nee hoor, alsjeblieft. Ik, ik weet niet, ik, ik trek het niet heel slecht. Um, uh, wat, ja, wat dan wel? Nou, waar is de toon, waar is de vraag van onze overheid en ons beste burgers? Wij hebben het idee dat we wat moeten doen als Nederland. Dat we het aan onze staat verplicht zijn om beschikbaar te zijn voor mensen in nood. En dat zijn we al, hè, deels. Ik bedoel, um, we doen het in sommige gevallen... Behoorlijk beter dan een aantal van andere, onder onze andere Europese lidstaten. En toch, er is zoveel meer mogelijk en er is zoveel meer nodig. Ik heb in het verleden nogal druk gemaakt, uh, of verleden, uh, tot voor kort eigenlijk, tot september, um, over het gebrek aan relocatie. De relocatieafspraken waren uh, I Europese afspraken om uit Griekenland duizenden vluchtelingen te reloceren die verder geen, nou, waar geen plek voor was. Uh, en die Griekenland absoluut niet aankon. En uit Italië eveneens. En uh, we hadden daar twee jaar voor, om, uh, als, als Nederland, om, om 7.000, 8.000 vluchtelingen een plek te bieden in Nederland. Uh, en na anderhalf jaar zaten we op 7%. Ze dachten: Nou, dat, dat kan echt niet. We kunnen tegen gaan protesteren. Want het is eigenlijk interessanter om ons gewoon aan te bieden aan de overheid. Dus we reden met honderden auto's naar Den Haag. En zeiden: uh, Beste overheid, uh, wij zijn klaar om te gaan rijden. Jullie hebben beloofd om de vluchtelingen uh, op te halen. Uh, wij zijn er klaar voor. We hebben ruimte in onze auto's, in onze huizen, in onze hoofden, in onze harten en in onze portemonnee. Want we willen dit. En ik zei ook nog tegen de, de uh, politici die we, die we toen daar spraken: Zeiden. Waarom hebben jullie ons nooit gevraagd? Anderhalf jaar hebben jullie gedaan om 7% van jullie belofte te realiseren. Nou, daarna gingen we natuurlijk niet op in. Eh, we hebben nog eh, twee rechtszaken aan het gespannen. Een kort geding en een hoger beroep. Eh, tenminste, een aantal advocaten zei tegen ons... Jongen, dit is ook een juridische zaak. Dus we gingen eh, naar de rechtbank. Eh, helaas eh, kon, was het niet juridisch afdwingbaar, volgens de rechter. Nou, eh, die afspraken golden tot, uh, tot september... En um, uh, we hebben het niet gehaald. Uh, in het regeerakkoord staat nog dat ze een fair share overnemen van Griekenland en Italië. Nou ja, dat is dan fair in vergelijking met andere staten die helemaal niets doen. Um, maar er staat nog iets anders in. Er staat in dat het kinderpardon zoals dat er is um, gehandhaafd wordt in huidige vorm. En ik volg die ChristenUnie een beetje. En um, ze noemen dat een bittere pil. Um, dat het bijna onverteerbaar is voor hen... Om de hondeling kinderen. Euh, waarvoor deze oplossing was bedacht. omdat het gewoon te schrijnend was om hen uit te zetten. dat er voor hen eigenlijk nou ja, geen hoop is. want dit kinderpardon. heeft op bijna geen enkel kind betrekking. Het zet niets recht van wat er misging. Um, er zijn heel veel mensen in Nederland. die volgens mij het idee hebben. jongens, maar zoals wij nu in Nederland hiermee omgaan. dat kan echt niet. Alleen we hebben met z'n allen. lijkt ook een beetje de handdoek in de ring gegooid. Uh, zo van, ja, er, er waait nu eenmaal een rechtse wind door Europa. Er is nu eenmaal geen draagvlak meer. Wij zijn het draagvlak. Dus ik dacht, we moeten weer even uh, misschien met elkaar de hoofd bij elkaar steken. Uh, en uh, realiseren dat er heel veel mensen zijn die wel trots willen zijn op een tolerant en gastvrij land. En uh, we hebben een, een kleine actie bedacht vanaf 20 november, internationale dag van de rechten van het kind. Komen we met... Uh, met, met, met zweetbandjes, met shirts, met, met logo's, met een Nederlandse vlag. Omdat niet, rechts heeft natuurlijk best wel uh, hard rechts, heeft best wel de, de Nederlandse symbolen geclaimd. Kom je een rechts vlaggetje tegen, of een, een, een rood-wit-blauw vlaggetje, jongen, mij nou. Een rood-wit-blauw vlaggetje tegen op social media. Dan is het heel gauw een, uh, iemand die uh, absoluut geen vluchtelingen wil in dit land, zijn land. Het is ook ons land, hè? Dus ik wil gewoon eigenlijk dat symbooltje weer terug. Dat als je een, een rood-blauw vlaggetje ziet, dat je niet automatisch denkt, oh dat is een, 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 uh, iemand die nog met een bombjijk rondloopt. in Lons deeltijd. Of dat is iemand die nu vluchtelingen eruit wil hebben. Maar dat is iemand die ook staat voor dit land en wil dat het tolerant en gastvrij wordt. Dus um, onder de titel uh, pardon, met vraagteken, uitroepteken, uh, komen we met een actie vanaf 20 november. Om zoveel mogelijk mensen te verzamelen die zeggen, ja, maar wij willen absoluut wel dat gastvrije land. Um, je, uh, op, we gaan ze halen uh, Facebook kun je in elk geval volgen uh, wat we gaan doen ik zal het er absoluut posten op mijn eigen Facebook Rikke Voorberg kun je het zeker volgen we, uh, website pardon.nu wordt waarschijnlijk uh, ingericht maar zover zijn we nog niet, het is allemaal nog best wel recent Um, maar hou dit in de gaten en um, uh, steek, steek je eigen vlag uit met In de Witte Baan. Uh, pardon, vraagteken, vraag uitroepteken. Uh, en en um, uh, haal zo'n bandje bij ons of maak een shirt. Of, uh, en schrijf je bij ons in. Want ik denk dat we heel erg veel mensen nodig hebben. Die straks, die straks ook bereid zijn om. Nou, als er een, een volgende kind uitgezet gaat worden of familie. dat we er gewoon bij zijn met heel veel mensen. Om dat te observeren, om foto's te delen. om beelden te delen op onze social media, zodat het niet meer in het donker en stiekem kan gebeuren. Gebeuren, maar dat, het, dat ook onze politiek zich openbaar moet verantwoorden voor kwetsbare kinderen die net zo Nederlands zijn als u en ik en die dan opeens in Irak hun leven moeten gaan opbouwen als ze daar niemand kennen, niets hebben en gevaar lopen. Um, wij willen weer ons land terug, toch? We waren ooit tolerant en gasvrij en dat kunnen we weer worden. Maar dan moeten we wel hard aan de bak en niet um, ons hoofd in de schoot leggen en zeggen: er ja, waait nu een andere wind. Wij zijn de wind, wij zijn het draagvlak. Pardon, vraagteken. Uitroepteken vanaf 20 november.